Goedemorgen, dames en heren. Het is donderdag 11 februari 2021. En we zijn hier vandaag in Be Amsterdam in de studio aanwezig om afscheid te nemen van uw CEO, van Piet Mallekoten. Vanmiddag zal ik je in het echt toespreken. Nu beperk ik mij tot een welkomstwoord aan alle gasten. Een warm applaus natuurlijk. Dank voor de mooie opening. Vanuit thuis, precies, kunt u dat op die manier doen inderdaad. Ja, u gaat in de komende 40 minuten gaat u luisteren naar 5 professoren. Als we dus nu geen FMI zouden hebben en we hebben een volledig bilaterale wereld, dan zouden we er heel slim aan doen om ze nu uit te vinden. Om die complexiteit te doorgronden, om die ontwikkelingen te kunnen duiden, om die economische hoofdvragen te kunnen beantwoorden, is een gedegen economisch denkkader een eerste vereiste. En dat noem ik betaaltheorie. Die technologieondernemingen, het is al gezegd, kunnen zich heel veel permitteren. Er is absoluut geen level playing field. Wet en regelgeving is nog onvoldoende, is onvolwassen. Hebben minder last van legacy. Kunnen verliesgevende projecten in de ene sector compenseren met winstgevende projecten in de andere sector. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat zijn dan de mogelijkheden voor de bestaande partijen? Fast forward naar vandaag of misschien naar de toekomst. Die digitale euro, wat moeten we daarvan vinden? Ik weet dat zeker in het bankenlandschap, maar ook andere aanbieders van zeg ik maar even betalingsverkeer, dat daar ook wel eens met argusogen wordt gekeken naar wat die centrale banken nu aan het uitvreten zijn. Men is best wel bang voor concurrentie door de centrale banken. Maar ik wil afsluiten om te zeggen dat dat dus ook zeker niet de bedoeling is. En dat het juist de bedoeling is dat die digitale euro, en als die er komt, dat moet allemaal nog besloten worden, juist complementair moet gaan werken aan zeg maar alle andere producten en diensten die we op het gebied van betalingsverkeer hebben. En ik zou in dat verband ook met name ook willen wijzen op het feit dat ook banken of andere aanbieders juist een rol kunnen spelen. Maar ik wil het kort gaan hebben over de unieke manier waarop wij in Nederland de besturing van de maatschappelijke, zeg maar de collectieve elementen van het betalingsverkeer hebben geregeld. Namelijk door middel van het beroemde Nederlandse poldermodel, maar een hele specifieke toepassing daarvan. En echt gericht op het ecosysteem van het betalingsverkeer. En als je dat heel kernachtig wil zeggen, dan is de spin in het web daar is wat we noemen het maatschappelijk overleg met betalingsverkeer, dat onder leiding staat van de Nederlandse Bank, voorgezeten door Olaf Slijpen, die we vanochtend eerder hebben gehoord. Dat is een heel belangrijk orgaan in dat besturingsmodel. En de betaalvereniging die zit daar in dat mod met heel veel andere stakeholders, zoals dat tegenwoordig heet, belanghebbenden om tafel om met elkaar het betalingsverkeer, de maatschappelijke aspecten daarvan goed te regelen. En de missie is daarbij voor ons allen om dat betalingsverkeer maatschappelijk efficiënt, veilig, betrouwbaar en toegankelijk te maken, te houden en zo mogelijk die zaken nog verder te verbeteren. Aan welke kant hang jij? Jouw alma mater, waar jij van 1971 tot, als ik het goed heb, 1977 economie hebt gestudeerd. Klopt. En waar je zeg maar, de grondbeginselen hebt geleerd die je later ook in je carrière mooi kunnen toepassen. Ja. Maar hoe houden we het nou met z'n allen betaalbaar en hoe moeten we nou volgens jou in de toekomst samenwerken? Ja, zoals ik al zei, is er heel veel doelmatige betaal. Daar zijn inefficiënte betaalproducten uitgefaseerd. Dus we hebben het echt heel goed voor elkaar in Nederland. Maar toch is de financiële positie van het betaalverkeer niet rooskleurig. En dat komt omdat in het verleden de balansopbrengsten, zeg maar de rentemarge, is gebruikt om als kruissubsidiering de kosten van het betaalverkeer te dekken. Dat liep altijd goed en vlak. In 2005 en 2010 kan je zien dat het ongeveer neutraal is. Maar nu is de rentemarge fors teruggelopen. Ja. En zitten we met een flink gat als je kijkt naar de financiering van het betaalverkeer. Dus als dan uit die rentemarge dat die kosten niet meer goed gemaakt kunnen worden, hoe zou dat dan wel moeten? Wat voor mogelijkheden zijn er dan wel om dat verlies wat dan nu geleden wordt op dat betaling, om dat te verkleinen? Wat voor mogelijkheden zie je daar naar de toekomst toe nog voor de banken? Ja, dat zit hem in meer samenwerking. In eerste plaats op meer standaardisatie zou ik zeggen. En een tweede is aan de voorkant blijven de banken elkaars concurrenten uiteraard. Maar aan de achterkant, daar kan je best nog wel meer samenwerken. Ja, ja. Dan liggen ook de kansen voor kostenbesparingen.
En dat is in allerlei ondersteunende processen. Als je dat samen doet, dan kun je daar samen, zonder dat je de concurrentie beperkt, kun je dat toch je kosten besparen. Absoluut. En ook als derde zou ik willen noemen het gezamenlijk bieden van toegevoegde waardediensten. Maar dan wel gezamenlijk. Hè. Individueel gaat dat niet een succes worden als je te maken krijgt met big techs. Fijn dat jullie allemaal weer terugkomen bij ons in deze virtuele plenaire zaal. Ik heb vanochtend toch ook wel een beetje een olifant rond zien wandelen. En die heet toch een beetje de bekostiging van, die betaalinfrastructuur. Ik heb niet alleen Lex, maar ook diverse anderen. Wilco had het toch over scheve dingen. Hij deed zo. Misschien kan je dat nog een keer doen. Misschien bij jou te beginnen, Wilco, want we gaan wel zo prat op die efficiëntie van het Hollandse betaalverkeer. En we polderen allemaal zo fijn. Maar als je nou inderdaad kijkt, en Piet gaf het ook aan, met de weggevaagde balansopbrengsten, kan het niet uit. Hoe moet dat? Het is niet meer zoals vroeger waar je de rentemarge kon gebruiken om te kruissubsidiëren. En je bent dan meer afhankelijk van directe beprijzing. Maar die directe beprijzing in dit soort speciale markten is nogal scheef. De consument wil nergens voor betalen, direct. Nee. Dus het moet via de winkelierskant en die wordt nog eens gereguleerd. Daar staan marges onderdrukt en daar komen ook nog de toetreders die dat gedeelte ook nog willen afromen. Tegelijkertijd moet er in de back-office wel van alles gebeuren om het veilig en betrouwbaar te houden. Dus daar stelt zich wel een kostendekkingsprobleem. Het punt is, het is natuurlijk altijd een beetje lastig als je uit één activiteit de verdiensten moet halen, hè, in dit landschap. En je hebt natuurlijk nu wel de positie om dit te doen, hè, want het is natuurlijk een volledig geaccepteerd, geadopteerd betaalsysteem. Aan de andere kant moet je oppassen dat je ook niet weer een barrière opwerpt waardoor je het andere partijen aantrekkelijk maakt om daar omheen of onderdoor te gaan. Dus je moet daar een soort weg in zien te vinden. Maar ik natuurlijk moet het uit kunnen. Alleen de vraag is, waar link je dat aan? Hoe koppel je dat? Ja. Maar het is wel gevaarlijk om gewoon te denken, ik vraag een toegangsheffing en dus verdien ik daardoor. Ja. Want dan leg je de weg open voor anderen. Uiteindelijk zullen de gebruikers van het betalingsverkeer, en dat zijn de consumenten, maar dat zijn natuurlijk ook de winkeliers of hoe dan ook, ja, die zullen op een of andere manier toch een groot deel van de kosten moeten dragen. Want je bent de gebruiker ervan. Dus de consument van de diensten. Het lastige daarvan is inderdaad dat heel veel consumenten dat tot dusverre niet gezien hebben. Vanwege die kruissubsidiëring. Ik denk dat in het hele systeem je ook daarover moet gaan nadenken. Dat gezegd zijnde, het is wel ook. Betalingsverkeer heeft ook een soort publieke functie. Ja. Daar zit volgens mij veel meer het spanningsveld tussen het feit dat betalingsverkeer de economie nodig is om de economie draaiende te houden, maar tegelijkertijd uiteindelijk toch veel zichtbaarder moet worden dat als je gebruik maakt van die diensten, dat het niet altijd gratis is. Ja. Dus die transparantie, denk ik, daar moet denk ik ook het nodig aan gebeuren. Ik denk als je in de toekomst kijkt, wordt alles digitaal. Dus ik was zeer verrast over het feit dat CBDC nooit dat een meerderheid had. Voor mij komt centrale bankgeld er gewoon, digitaal centrale bankgeld. Dat is een kwestie van wanneer. Dat is een kwestie van een paar jaar. Betalingsverkeer is een heel groot netwerk. En als je kijkt naar hoe dat netwerk wordt gebruikt in andere sectoren, dan zijn met name de jonge generaties bereid om een vast bedrag per maand te betalen om deel te nemen aan het netwerk voor bepaalde content. En dat is volgens mij iets waar we naartoe moeten in die eindsituatie. De jongere generaties zijn gewend om te betalen daarvoor. Een klein bedrag per maand. Een flat fee, waarin je vervolgens een betaalbundel zou kunnen financiële betalen. Databundel. Een financiële databundel. Zie je het op die manier. Maar dan even naar het thema. Academisch klinkt dat allemaal heel prima natuurlijk. Maar hoe ga je dat dan alledaags doen? Mensen raken eraan gewend dat ze als ze één bepaald bedrag betalen, dat dan alles daar inbegrepen is. En die abonnementsystemen die pakken toch ook een flink deel van het inkomen weg. Maar aan de andere kant doet het psychologisch geen pijn. Dus je moet daar op een of andere manier aansluiting bij zoeken. Want ik geloof niet in een aparte fee voor betalen. Dat het niet gratis is, ik denk dat dat besef toch wel belangrijk is, dat besef gaat doordringen, ook bij de consument. Alledaags en academisch, en vanochtend hebben we geleerd, ook heel erg complex. Ik denk dat het handigste is dat ik nu ook naar Piet toeloop om ook feitelijk het boek aan te bieden.
Ik denk dat je met recht echt trots kan zijn op wat jij de afgelopen jaren daar hebt neergezet met al die mensen. Nou, dit is fantastisch. Geweldig. Een heel mooi beeldje. Mooi ter aandenking. Een mooie periode. Ja. Veel dank. En dank voor jullie prachtige woorden. Dank je wel. Ik denk dat we een virtueel applaus en hier een... Dit is fantastisch. Dank je wel. Mr. Payments, we owe you. Super bedankt voor meer dan 10 jaar betrokkenheid bij Betalend Nederland. Mede dankzij jou staan we er zo goed voor. Voilà.